En we zijn gewoon de tractatie vergeten te maken. Ik ben geslaagd! Oh, of ik net gehuild heb? Misschien. Lang zal ik gaan leven, lang zal ik gaan leven. Ja, dit vind ik echt KUT. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe week op netstationonline.nl. Het is zaterdag vandaag en ik ben met Isabel en Lucas naar de bakker aan het lopen. Ik was namelijk net brood aan het bakken in de broodbakmachine. Hadden we toevallig... Wat is er nou? Je kunt mama geen hand geven, lieverd. We hadden toevallig alle spulletjes nog in huis. Maar op de een of andere manier is het niet gelukt. Het wilde niet goed mengen en doen. Echt super raar. Geen idee waar het nu aan ligt. En ik had eigenlijk helemaal geen zin dus om de deur uit te gaan, want we hadden pyjama dag. Maar goed. Toch even aangekleed. En nu zijn we dus op weg naar de bakker. Wat heb je gekregen van de bakker? Is een broodje, hè? Lekker. Nee, nee, je laat me niet. Kerstfilm, yay! Morgen, stelletje loederouders hier. Roepen ze de kinderen gaan vandaag naar het kinderdagverblijf. En Lucas zou trakteren. Want die wordt vrijdag 1. En we zijn gewoon de tractatie vergeten te maken. Dat moesten we gisteravond doen. Dit is wat we gaan maken. Dat dus. Dus die zijn we nog heel snel tijdens het ontbijt aan het maken. Echt. Oh, gaat weer goed hier. Dus ik ga je snel wegleggen en dan gaan we snel meer dikke dikjes tekenen. Ik kom net thuis. Ik heb echt nog mijn jas aan. Want er is een brief binnen van... Wacht even hoor. Zo, mijn... Cito. Oftewel, de uitslag van Maxine's toets. Ik ga hem gewoon openmaken. Ook als hij slecht uitvalt met jullie. Even jullie neerzetten. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Spannend! Ik ben geslaagd! Yeah. Nee, ik heb de brief nog niet gelezen. Ik zie gewoon heel erg... Yeah. Nee, er staat niet bij hoeveel je fout hebt. Blijkbaar is alleen... Of een score of iets. Nee, geen score. Wat ik heb begrepen is dat je alleen als je niet geslaagd bent, krijg je terug welke onderdelen je nog moet doornemen. Ik kan gewoon niet horen hoeveel het... Nee, nee. Nee. Staat er niet in, toch? Je ontvangt een uitslagbrief. Wat vak bij deze uitslagbrief tegen me? Nee, nee. Dit is een... Gewoon, ik ben geslaagd. Punt. Boom. Yeah! Jee. Helemaal blij. Oké. Okay. Roy wilde me eigenlijk verrassen bij thuiskomst met de kerstspullen. Maar dat had hij nog niet gedaan, want ik was eerder thuis vandaag. Dus, ja, hij zei dat. Ik wilde je verrassen, maar je bent vroeg thuis. Zeg je, dan gaan we toch gewoon de kerstboom zetten. Dus ik ga even dit ding hier in de grond plakken. Het is donderdag en het is al bijna, ik weet niet, 4 uur of zo, geen idee. Ik ben onderweg met Lucas naar de Action. Even nog wat kleine dingetjes halen. En zwaaien, vriend. En zwaaien. Zo, handig met één hand. En Roy is even met Isabel boodschappen doen. Wij zijn vanochtend even op kraamvisite geweest bij een collega van mij. Die is zo'n schattige baby. En dat is meteen de laatste dag als van baby Lucas en een baby hier in huis is. Ah. Oh, of ik net gehuild heb? Misschien. Ik heb Lucas net op bed gelegd. Het is een Roy. Als hij er morgen wakker wordt, is hij geen baby meer. Dat is technisch niet helemaal waar. Pas 2:50 in de ochtend. Is je officieel geen baby meer. En daar hou ik me voor nu nog maar even aan vast. Ja. Het is wat. Had ik het bij Isabel ook zo? Deels. Maar toen was daar natuurlijk wel een stuk van. Oké, ik ga nog wel een baby krijgen. Of dat was mijn bedoeling. Dat hoopte ik.
En nu is het gewoon echt definitief een afscheid. Dus eerder ga ik alweer. Definitief een afscheid omdat we ooit nog een baby hebben. Ah, wel. Goedemorgen, het is 13 november en dat betekent dat Lucas vandaag jarig is. Oh, ben ik gewoon meteen tuin omdat ik wil zeggen, oh, is geen baby meer. Oké, herpak mezelf. Ja, zo stom dit, maar goed, maakt niet uit. Er hoort ze bij, denk ik dan. Ik ga even nog 2 cadeautjes inpakken. Moesten we nog doen. En dan gaan we, ga ik die meenemen naar boven. En dan gaan we zingen voor Lucas. Hij heeft net al gedronken, dus we hebben hem natuurlijk al gefeliciteerd. En dan gaan we nog andere dingetjes doen. Lang zal Lucas leven, lang zal Lucas leven, lang zal Lucas leven in de gloria. Ik ga weer een taart voor Lucas maken. Deze keer een amandeltaart. Ik ga een luchtige mangotaart met de speculaasbodem maken. En dan speculaas, door speculaas kruiden, dus niet door echt speculaaskoekjes erin te doen. Dus dat ga ik nu doen. Nou, we hebben net gegeten, avondeten. Nou is mijn taart ondertussen al klaar. En ik hoop dat hij een beetje gelukt is. Dus ik ben benieuwd. Hier maar. Hij is mislukt. Ik heb hem eraf gehaald en nu valt hij uit elkaar. Ja, dan moet eigenlijk iets van een bepaalde folie omheen. Nee, dat mag je. Taartfolie. Nou, dan is hij gewoon niet goed opgestijfd. Nou, we hebben nou pudding. Oh, zo. Er komt hier een walm uit die vaatwasser. Papa. Ja, dit is, vind ik echt KUT. Hoega! Hoega! Oh, rustig, waar gaan we naartoe? Ik wil de keizer uitblazen.